Van harte welkom, een nieuwe aflevering van het Koetshuis met in deze aflevering twee gasten. Straks praten we met de koning van Buren. Dat is Sander van Alphen, zo wordt hij genoemd sinds afgelopen woensdag. Toen zij partij 8 zetels binnenhaalde daar bij de gemeenteraadsverkiezingen. Een andere koning zit hier nu naast me, Jan Woldberg van de PvdA Neder-Betuwe. Meer dan 1000 stemmen. De tweede in rij als het gaat om de meest populaire politicus van Neder-Betuwe. En daarmee wil ik je als eerste feliciteren. Dankjewel, het zijn hele mooie woorden. Dus zeer vereerd, dank je. Nou, het zijn feiten. Oké, jouw woorden zijn ook inderdaad feiten. Dus we zijn er ook heel blij mee. Kijk, de nummer 1, Nees van Wolfswinkel van de SGP. Dat is op zich te verklaren. Ja. Maar die meer dan 1000 voor jou, eigenlijk niet, hè? We hebben er gewoon best wel veel aan gedaan. We hebben gewoon echt een hele scherpe campagne gevoerd. En dat vertaalt zich toch dat als we kijken naar de landelijke tendensen van de Partij van de Arbeid. Ja, daar hebben we gewoon klappen gehad. Heel jammer. Maar we hebben ons aardig staande kunnen houden in Neder-Betuwe. Dus we hebben toch niet echt gek veel stemmen verloren. En ons ook gehandhaafd in de meeste dorpen. Dus je zit op de avond zelf, denk ik van nou, moeten we hier nu blij mee zijn of niet? En achteraf overheerst toch het gevoel van, niet verkeerd. En je bent gezakt van 4 naar 3, hè? Naar 3 zetels. Drie volle zetels. En uiteindelijk 3 volle zetels. Er zijn 2 restzetels. Er zijn restzetels gegaan naar de SGP en naar gemeentebelangen. En dan zeg ik van ja, bij gemeentebelangen, het blijft toch een beetje in de familie. Dus ik gun hun ook zeker die zetel. Ja, want hetzelfde geld was, had het natuurlijk verkeerd uitgepakt. En was de PvdA gehalveerd. Dat is natuurlijk in verschillende plaatsen dat gebeurd. Heel triest. Maar we zijn overeind kunnen blijven. En daar ben ik heel blij mee. Dus we gaan straks weer volop meedoen. Jan, dat rode geluid in Neder-Betuwe. Je moet nog 4 jaar aan de bak. Hoe ga je dat laten horen daar? Ik mag nog 4 jaar. Want dat klinkt echt zoiets van, dat wordt nog een harde dobber. Nee, we gaan wat dat betreft. Dat is natuurlijk ook zo. Het is natuurlijk een stevig verhaal. We hebben een. We weten natuurlijk niet hoe straks de nieuwe coalitie er gaat uitzien. Gaan we meedoen, gaan we niet meedoen? Of wordt het weer oppositie? Maar Jan Kennende heeft hier wel een proefballonnetje. Proefballonnen, daar is het op dit moment iets te vroeg voor. Het is wel zo dat wij gewoon op dezelfde manier ook gewoon ons geluid laten horen. En of dat nou in de oppositie of in de coalitie. We zijn toch de afgelopen 4 jaar zijn we best wel herkenbaar geweest, denk ik, voor de kiezer. En daar hebben ze ons mee beloond. Dus we zijn er blij mee. In de campagne ben je eigenlijk de enige partij geweest die echt openlijk geageerd heeft tegen die SGP. Hè, 5000 redenen om niet te gaan stemmen. Dat was natuurlijk de bedoeling, want die SGP die heeft gewoon alles bij elkaar, iets van 48 of 49 stemmen gehaald. Om daar tegen een tegengeluid te hebben. Het was niet direct ageren. Het was veel meer om de niet-kiezer, de mensen die zeggen van ja, die SGP die wordt toch de grootste, om te zeggen van ja jongens, jullie kunnen hier het verschil maken. Mm-hmm. Als jullie naar de stembus gaan en aan die 5000 stemmen komen binnen, dan ziet er de wereld in de Betuwe er heel anders uit. Dus dat is niet direct het afzetten of want zij gaan, de SGP gaat naar de stembus. En dat is de prijzen. Maar de mensen die niet gaan, en ik vind het nog jammer dat de opkomst bij ons toch lager is als de gemeenteraadsverkiezingen de vorige keer. Dat is gewoon spijtig dat mensen er toch niet voor over hebben. Maar ik zeg erbij wel, dan moet je achteraf moet je niet zeuren. En dat heb je nu laten zien. Dat mensen nu ook niet meer moeten gaan zeuren, hier moet je het mee gaan doen. Je bent dus niet standaard tegen die SGP om samen eventueel in bed te gaan liggen. In bed liggen, dat klinkt dan wel heel erg close. Kijk, we hebben dus samengewerkt met de SGP na de herindeling. We hebben daar best goede ervaringen mee. Dus wat dat betreft kun je met de mannen goede afspraken maken. Dat is op een bepaald moment is het verkeerd gegaan. We zijn uit elkaar gegroeid. Dat was dus de realiteit van de laatste periode. Maar ik zeg nooit nooit. Dus als er overeenkomsten zijn, dan komt een goed programma, dan komen deskundige wethouders. Dan is het niet bij voorbaat uitgesloten. Nee, maar er is al aangegeven, ook vanuit de SGP, hè, dat er een voorliefde is, laten we het zomaar omschrijven, voor de coalitie die er was. Dus dat is in Neder-Betuwe, SGP, VVD, CDA. Ja, maar Rini, we zitten natuurlijk wel nu na de verkiezingen en liggen dus de kaarten toch wat anders op tafel. Dus de SGP, die zullen nu ook gaan kijken van wat is nu het resultaat van de verkiezingen geweest. Is hetgene wat we voor de verkiezingen hebben gezegd, is dat nog steeds reëel of gaan we dus met de winnaars van de verkiezingen gaan we op tafel zitten om te kijken om zo breed mogelijk draagvlak te krijgen onder de bevolking.
Want dat is gewoon waar de gemeente Neder-Betuwe behoefte aan heeft. Wij hebben in ons verkiezingsprogramma gezegd omkijken naar elkaar. Nou, dat blijft in feite ook de komende periode. Blijft dat ons motto. Dus dat betekent dat we samen dingen moeten gaan doen. We zijn tot elkaar veroordeeld en we zullen het ook samen moeten rooien. Kan ik jou verleiden tot het meest ideale plaatje? Of zeg jij van heel politiek correct dat het niet aan de PvdA Neder-Betuwe is? Nou, enige bescheidenheid past ons wel. Kijk, wij zijn niet de grootste partij. We zijn de tweede partij van Neder-Betuwe. De SGP is nu aan zet en die moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Kijk, het ideale plaatje bestaat niet. Ik heb wel aangegeven, we hebben vanmorgen een gesprek gehad met... Het ideale plaatje in Neder-Betuwe volgens Jan Wolberg is natuurlijk de helft plus één voor de PvdA. Kijk, wij zeggen van de SGP is aan zet. De informateurs zijn vandaag aan de slag gegaan. Er zijn voorbereidende besprekingen geweest om te kijken van oké, hoe lopen de hazen? En men maakt er vaart van. Dat betekent dat men maandag al verslag gaat uitbrengen aan de SGP-fractie. En dan komt er vervolg. Dus het kan zijn dat die informateurs nog een tweede rondje gaan doen. Zijn die informateurs in Neder-Betuwe? Dat is Jan Pul, dus een vertrekkend raadslid. En dat is Kees van Tuil, oud-fractievoorzitter. Dus dat zijn mannen die op dit moment... Jan is nu nog actief, maar stapt eruit. En Kees is... natuurlijk een door de wol geverfde politicus. SGP-kennende kunnen vanuitgaan dat dat een proces wordt. Ja, ik heb daar gewoon heel veel vertrouwen in. Want zij hebben dat op een goede, strakke manier georganiseerd. Hebben ook van tevoren goed hun huiswerk gedaan. Dus het was ook al zo van, we hadden een aantal vragen hebben we voorgelegd gekregen. En wat dat betreft zal iedereen nog het kruid een beetje droog houden. Maar wij hebben gewoon aangegeven dat we niets uitsluiten. Natuurlijk ook de felicitaties voor gemeentebelangen. Ja, super. Na drie zetels, doet dat pijn? Nee, dat doet geen pijn. Kijk, het is zo van wij... Je zei maar net gekscherend van het blijft in de familie. Maar het blijft, het doet pijn dat je een zetel verliest. Maar als je dus kijkt dat een partij waar we dus toch altijd heel goed mee op kunnen trekken, ook heel vaak op hetzelfde spoor zitten. Ja, dan ben ik blij dat zij die zetel hebben binnengehaald. Evert de Bruyne gaat die zetel invullen. Nou, dat is een man die ik zeer hoog heb zitten. Die ook gewoon voor de gemeentebelangen en voor ook de publiciteit rond de verkiezingen heel veel gedaan heeft. Ik gun het hem dat van harte. Dus dat kon veel slechter. Hey, die wethouderskandidaat tot slot van de PvdA, wie is dat nou? Nou, daar heb ik me ook niet over uitgelaten. Ik heb vanmorgen ook heel duidelijk gezegd... daarom zit ik ook hier. Nee, wij hebben gewoon bewust geen wethouderskandidaat genoemd. We hebben wel gezegd, de Partij van de Arbeid is altijd een bestuurderspartij. Dus we zijn ook er altijd voor in om goede mensen te leveren. Die hebben we ook. Maar ik vind het wel prematuur om nu in dit stadium al iemand te noemen. Wat ik wel gezegd heb, ik vind gewoon dat we een goed algemeen bestuur of dagelijks bestuur moeten hebben. Dus niet iemand van de fiets rukken en die wethouder maken. Nee, gewoon iemand met ervaring, kennis van zaken. Dan zal heel snel een vraag komen van, als jullie in dat college komen, wie leveren jullie als dan? Als wij dus serieus aan dek komen, hè, dus dat betekent dat we in gesprek gaan met een formateur, dan komen wij in dat gesprek met een kandidaat. En wij hebben natuurlijk, kijk, je kunt verschillende kandidaten, we hebben Hans Keuken die dan nu een aantal portefeuilles voor zijn rekeningen neemt. Nou, wat je kunt denken van, oké, hij zal waarschijnlijk die wel door blijven zetten. Krijg je financiën. Je krijgt het sociale domein. Nou, dat zijn bij uitstek zijn dat portefeuilles waar wij ook in de regio een aantal mensen hebben zitten die daar zeer goed in thuis zijn. Dus een kandidaat van buitenaf, die is intern al bekend. En als er om gevraagd wordt... Nee, de kandidaat is ook niet bekend, want we hebben meerdere kandidaten. Omdat het is erg afhankelijk van ook van de onderhandelingen, waar is behoefte aan? Hè? Dus dat betekent, je moet ook kijken van hoe ziet een team eruit? Die club moet wel samen door een deur 4 jaar. En je kunt maar zo de verkeerde match maken. En in feite is het net zoals binnen het bedrijfsleven. Je moet gewoon kijken wat voor soort profiel heb je nodig. Op wat voor portefeuilles moet je die neerzetten. En wat dat betreft willen we niet voor de muziek uitlopen. Oftewel, je moet nog even aan de bak. Ook wat dat betreft. Nog 4 jaar die PvdA sowieso met Jan Wolberg in Neder-Betuwe. Binnen de partij moet er natuurlijk ook nog wel even gas gegeven worden om dat weer goed op de rit te trekken. Nou ja, dat is natuurlijk voor alle partijen gewoon van, kijk, we hebben natuurlijk nu wel stemmen verloren. Betekent ook dat we gewoon ook moeten werken aan doorstroming, aan verjonging van de partij. Daar zijn we op dit moment heel druk mee bezig om nieuwe mensen te laten instromen.
Want ja, over vier jaar... Amy Den Haag toch, die had in eerste instantie aangegeven, ja. Nou, ik stop ermee, maar tadaa, nou, ja, stemmen vanuit Dode Water en ze is er weer. Ja, nee, dus, en overtuigend, dus echt een zeer vette zetel. Nou, en de kiezer spreekt, en we hebben in Dode Water, dat is natuurlijk toch echt een Partij van de Arbeid gemeente. En nog steeds, als je dus naar die uitslagen kijkt, ja, dan is dat nog steeds zo gebleven. En Amy heeft gewoon door haar vrijwilligerswerk voor de voetbal... Voor de volleybal, noem het maar op, is zij toch het gezicht geweest in Dodewaard. En wij hebben Amy ook gevraagd, van nou, jij staat op de lijst op een niet verkiesbare plaats. Van nou, als je dus op voorkeurstemmen gekozen zou worden, ben je dan bereid om die plaats in te nemen? Toen heeft ze daar ja tegen gezegd. Nou, de consequentie is, de kiezer bepaalt en Amy zit terug in de raad. Ja, dat is het mooie van het systeem. Hè? Dat is, maar zo hoort het ook. Ja. Hey, nogmaals, de donker shot uit Neder-Betuwe, dus zullen we maar zeggen, met een rode lap voor het oog. We gaan je veel succes wensen. Een rode baas voor het oog? Nee, een rode lap. Oké, okay, ja, nee, altijd, hè. Dus gewoon strijdbaar en vol erin. Nou, dan gaan we daar zeker nog veel succes bij wensen, ja, in de komende periode. Dankjewel. Spraken we zojuist met Jan Woldberg van de PvdA uit Neder-Betuwe, hebben we nu de volgende gast aan tafel zitten. En dat is Sander van Alphen van Gemeentebelangen. De koning van buren wordt je tegenwoordig al genoemd, hè? Ongelooflijk eigenlijk. 8 zetels van de 21. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, ik heb het ook in de krant gelezen. Ja, nee, het is fantastisch. We hadden een fantastische verkiezingsuitslag. Had je in de krant gelezen dat je gewonnen hebt? Ja, ook. Nee, maar ook het, het paaltje. Zonder dolle. Ja, het is fantastisch. Het is onverwachts. Het is ongelooflijk eigenlijk nog steeds. De lokalen doen het goed, maar door het hele land heen. Maar in Buren heeft dit nog nooit plaatsgevonden. Nee, dit heeft in Buren nog nooit plaatsgevonden. Nee, nog nooit heeft een partij sowieso 8 zetels gehaald. En lokaal is eigenlijk nog nooit de grootste geweest. Gemeentebelangen was een partij jaren terug dat in de marge werkte met 1 zetel. En toen kwam jij in beeld. Hoe is het vervolgens verlopen? Ja, de afgelopen verkiezingen zijn we steeds eigenlijk gegroeid en steeds verdubbeld. De vorige verkiezingen van 2-4 en deze verkiezingen van 4-8. Dus we zijn mooi gegroeid. Je bent zelf wethouder geweest, op een niet zo leuke manier eruit gezet op een gegeven moment. Hè? Maar nu terug, comeback kid. Ja, comeback kid. Nou, in ieder geval comeback kid in de gemeenteraad. Ik word geen wethouder meer. Ik wil in de raad gaan zitten en ik wil graag die fractie van 8 leiden. Ja, heel benieuwd dus wie dan wel die wethouder gaat worden die jullie gaan leveren. Hoe gaat dat proces lopen? Hoe zit het in elkaar? Vertel eens. Dat begrijp ik. Na de verkiezingen hebben we eigenlijk meteen met alle partijen bij elkaar gezeten. En afgelopen donderdag hebben we een bijeenkomst gehouden. En daar hebben we gesproken over hoe wij het informatietraject, hoe we dat zien. En hoe zien jullie dat? We willen het vooral heel open doen, heel duidelijk doen. Openheid naar de inwoners, naar de andere fracties. Openheid ook naar de zittende wethouders. Die nu vandaar ook dat je hier aan tafel zit? Ja, nee, ik vind dat ook niet meer dan terecht. Hè. Je wil dat iedereen weet waar ze aan toe zijn. We hebben daarin de partijen gevraagd om met ons in gesprek te gaan. Om aan te geven wat ze belangrijk vinden, welke coalitie zij voor ogen zien. Wat voor hun belangrijke speerpunten zijn of punten waarvan zij denken dat we met hen van mening verschillen. En die gesprekken die gaan we de komende week gaan voeren. En daarvoor hebben we een onafhankelijk informateur hebben gevraagd. We hebben Chris Hekman gevraagd om die gesprekken te doen. Dat is oud-wethouder? Oud-wethouder. Namens gemeentebelangen. Mm-hmm. Tot 2006, meen ik, is die wethouder geweest in onze gemeente. Inmiddels woont hij niet meer in onze gemeente. Maar het leek ons een automatisch geschikte persoon om deze gesprekken te doen. Dan zal blijken hoe uiteindelijk dat college eruit komt zien. Heb je zelf een voorkeur? Nee, ik heb niet direct een voorkeur. Nee, ik wil eerst van alle andere partijen horen. Vooral, kijk, wij komen natuurlijk uit de oppositie. Er was een coalitie. Die coalitie had toen ze dat coalitieakkoord sloten, hadden ze de intentie om ook na deze verkiezingen door te gaan. Nou ja, dat gaat niet meer lukken. Daar hebben ze niet genoeg zetels voor. Dus ik wil eerst wel eens van hen horen, hoe zien zij nu de toekomst. Op sommige punten hebben we heel veel overeenstemming, maar op sommige punten hebben we ook echt duidelijke verschillen. En ik wil van hen ook wel eens horen, nou ja, ben je bereid om over die verschillen heen te stappen en durf je die speerpunten van ons over te nemen? Hoe zie jij die toekomst van de gemeente Buren als we even iets verder kijken dan de waan van de komende weken? Nou, als ik kijk naar die toekomst, wat gemeentebelangen betreft, willen wij een gemeente waarbij heel veel maatwerk mogelijk is per kern. We zijn natuurlijk een hele uitgestrekte gemeente met 15 kernen. Zo zijn we ook de campagne ingegaan. We hebben een verkiezingsprogramma per dorp geschreven.
We hebben aan inwoners gevraagd, wat vind jij nou belangrijk in jouw kern? En dat maatwerk willen we eigenlijk toch wel door laten vertalen in het gemeentelijk beleid. En dan eigenlijk over alle terreinen. Dus zowel over het ruimtelijk beleid als ook over het zorgbeleid. Hè. Je merkt dat verschillende aanpakken in verschillende dorpen gewoon goed werkt. En dat willen we veel verder doorvoeren. Hoe zie je bijvoorbeeld de herindeling in de toekomst met, nou laten we eens wat noemen, Neder-Betuwe en Tiel? Nou, ik zie voorlopig nog geen herindeling, zie ik voor me. Ik geloof in eerste instantie wel dat we als gemeente met elkaar moeten samenwerken. Dat doen we nu al op bepaalde terreinen. We moeten kijken waar die samen... Bijvoorbeeld bibliotheek niet? Nee, bibliotheek niet. Hoe staan jullie daarin? Nou, bibliotheek, ik denk nog steeds dat het een verstandige keuze is geweest dat wij daar uitgestapt zijn. Het kostte heel erg veel geld. En we zaten toen in een bezuinigingsoperatie en ze gekozen om niet meer deel te nemen. Ik denk niet dat we nog terug gaan. Het kost gewoon te veel geld. Zoals we nu de bibliotheek hebben georganiseerd, dat werkt ook goed. Kijk, maar laaggeletterdheid is nog nooit zo hoog geweest. Nee, dat is een thema. In Vierland. Nee, dat moet wel aangepakt worden. Dat kost geld. Dat kost geld. En daar hebben we gelukkig ook budgetten voor beschikbaar. En ook daar hebben we wel wat ideeën voor hoe je die laaggeletterdheid kunt bestrijden. Ik denk niet dat dat per definitie is door weer aan te sluiten bij de bibliotheek. Kijk, het punt was in de gemeente Buren hebben wij ook nooit een bibliotheekvesting gehad. Dat is een vestiging gehad. Dat is nooit in de orde geweest. Dus en mensen die lid waren van de BIEB, die blijven wel lid van de BIEB en die blijven naar die andere gemeente toe rijden. Maar wij willen het veel meer ook in die kern ook organiseren. Ja, dat is kleinschaligheid. Kleinschalig. Andere zaken die jou zijn opgevallen bij de afgelopen verkiezingen? Nou ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik ben nog steeds een beetje aan het bekomen. Want dit hadden we natuurlijk nooit verwacht. Hè. Je hoopt te groeien en we waren de tweede partij. Je hoopt natuurlijk de grootste te worden. Maar van 4 naar 8 is natuurlijk wel heel gigantisch. Dus ik ben nog een beetje aan het wakker worden uit deze droom. En, Natuurlijk ook wel aan de bak. Want nou, ja, die fractie die moet natuurlijk wel geleid worden. Ja, absoluut. En er staan mensen op waarvan je in eerste instantie zou denken van nou, dat zijn goeie. Maar niet dat ze meteen al in de raad zouden komen. Nee, dat hadden we niet verwacht, dat iedereen meteen in de raad zou komen. Maar gelukkig zijn ze er allemaal klaar voor. We hebben 8 goede kandidaten. We hadden 10 kandidaten die eventueel de gemeenteraad ook echt daadwerkelijk op dit moment in zouden willen. Nou, dus we hebben genoeg mensen. Dat zijn mensen waarin ik het volste vertrouwen heb. En inderdaad, we zijn nu taken aan het verdelen. Hè. Daar zijn we al druk mee begonnen. En onze eigen organisatie. Want je kunt je voorstellen, heel veel mensen willen zich nu aansluiten bij gemeentebelangen. Heel veel mensen willen met ons meedenken, meedoen. Die vinden onze ideeën vinden ze hartstikke goed. Dus dat zijn we ook allemaal een goede baan aan het leiden. En daarnaast natuurlijk de informatiegesprekken, de gesprekken met de andere partijen. Ja, als we het over tijdsbestek hebben, wanneer denk je dat er het een en ander duidelijk gaat worden? Ja, nou, we hebben er bewust voor gekozen om dit weekend even rust te nemen. Hè. Er zijn ook partijen die hebben verloren, die willen zich ook even bezinnen en even kijken waar willen ze mee regeren en wat vinden ze belangrijk. We hebben nu gekozen om die gesprekken maandagavond, dinsdagavond en donderdagavond te houden. Mm-hmm. En we hopen dan eigenlijk... wel vaatrachter. Ja, wel vaatrachter. Ik hoop eigenlijk volgende week al wel de eerste uitkomsten van die informateur te horen. Oké. Gemeentebelangen. Hier in Tiel had je met name de PVDB natuurlijk die hier flink gescoord heeft. Van 4 naar 8. Dat is een trend, hè? Ja, dat is een trend en ik vind het geweldig voor de Partij voor de Burgers. Ik denk dat ze ook een fantastische campagne hebben gevoerd. Wij trekken als gemeente Belangenburen veel met hen op. Dus we hebben veel overleg, ook over zaken die gemeente al verstijgend zijn. En daarom is het extra mooi als je ziet hoe dat dan loopt. En ik feliciteer ze van harte met deze grote verkiezingsuitslag. Maar het is inderdaad een trend hè? En daar hebben we deze keer voor een gedeelte op meegeliefd. Ja, nou, het is aan jou en de jouwen om te laten zien dat de keuze van de stemmer het goede is. Ja, dat zal ik gaan bewijzen. Hey, mag ik jou danken voor het gesprek? Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. We zijn er volgende week weer met meer politiek nieuws. Graag tot dan.